Daily Minutes van woensdag 2 september 2015. De afgelopen dagen ontstond er wat verwarring over het doorgaan van de dag voor de radioamateur in de Amerika-hal, waar vanaf 1 september asielzoekers worden opgevangen. Op de website van het COA staat hierover het volgende vermeld. De Amerika-hal is tot 5 november 2015 beschikbaar. Er wordt gekeken of een andere locatie in Apeldoorn daarna noodzakelijk en mogelijk is. We gaan verder met het gebeuren rond het Bunkermuseum. Komende zondag 6 september het World War II Military Event. En een van de belangrijke dingen natuurlijk tijdens een oorlog waar die bunkers voor gebruikt zijn, de Tweede Wereldoorlog, is natuurlijk communicatie. En daarom zal er tijdens dat evenement op 6 september ook een stukje communicatie worden gedemonstreerd. En daarvoor zijn in de studio Willem en René. Goedenavond. Ja, goedenavond Wim. Wat is dat wat jullie gaan doen daar bij dat Bunkermuseum? Nou, zoals u weet hebben wij een heerlijke caravan. En die is omgebouwd tot zeg maar studio, net zoals dit. Ja, die noem je de sleurshack, hè? De sleurshack, ja. Want dat komt eigenlijk voort uit dat mensen een caravan vaak een sleurhut noemen. Dus het was even zoeken naar een naam. En eigenlijk die werd volgens mij onder het genot van een biertje werd dat zo geboren. En die sleurshack, daar zit communicatieapparatuur in? Ja, wij hebben daar een mast in zitten en die kan een meter of 13 omhoog. Dan hebben we middengolfantennes en door middel van een zender daar aan te koppelen en de stroomverzorging die we in de caravan hebben, kunnen we dus communiceren met stations over heel de wereld. Ja, dat zijn amateurstations. Amateurstations, ja. Dit zijn radiozendamateurs. Ja, er wordt dus enkel gesproken. Muziek mag niet, maar het is enkel sprake. En dan maak je wereldwijde verbindingen? Wereldwijd verbindingen. En de mensen die naar het Bunkermuseum event komen, ja, zondag, die kunnen jullie ook zien worden? Ja, we willen dit keer, normaal zitten we ook met een koptelefoon op. Mijn gedachte is om daar juist geen koptelefoons dit keer te gebruiken. Maar ook dat het goed hoorbaar is voor iedereen die komt kijken en ook hoort hoe zo'n verbinding opgezet wordt. Dus we proberen, hopelijk is de conditie, de propagatie noemen ze dat, zo goed dat we zeg maar meerdere verbindingen kunnen maken, buiten Nederland ook. Dat heeft toch wel te maken met wat factoren. Andere factoren die best wel moeilijk uit te leggen zijn, moet ik zeggen. Dat kan ik hier beter niet doen. Maar ik hoop dus dat we leuke verbindingen kunnen laten zien. En dan ook, zeg maar, dat kun je vergelijken met in de Tweede Wereldoorlog. Dat hier iemand aan de kust zat en contact maakte uiteraard met Londen om daar zijn boodschap neer te leggen. Of zelfs de Duitsers die via bepaalde banden contact maakten achter de linie weer met hun... Ik denk aan Enigma. Hè? Enigma bijvoorbeeld, dat is een mooi voorbeeld ervan. En wat voor soort zenders staan erin? We hebben een zender, dat is van ICOM. Dat is een fabrikant die zenders bouwt. En dat is eigenlijk, kun je dat vergelijken, het enigste verschil is, dit is met transistoren. En in de oorlog hadden ze natuurlijk veel buisjeszenders. Dus echt het antieke, met een buisje. En dat werd veel simpeler opgebouwd eigenlijk als tegenwoordig. Jij bent samen met een groep andere mede radioamateurs actief. Komende zondag tijdens dat Bunker-event, World War II Military Event, op het Bunkermuseum aan de boulevard. Maar jullie doen nog meer met die sleurcheck, hè? Ja, eigenlijk zoveel mogelijk. We hebben afgelopen 2 weken terug op het havenhoofd gestaan. Ook met een event, daar vragen we dan ook vergunningen voor aan. Ja, een foto staat er trouwens en die foto op Den Haag FM, hè? Ja, dat is heel leuk. Ja, en wat ik eigenlijk doe met Willem, wij hebben dat ding gebouwd. We bouwen er nog steeds aan. We hebben telkens puntjes dat we denken, nou, dit moet beter, dat moet beter. En we bedenken dan telkens wat events en dan hebben we eigenlijk mede crewleden, oftewel, ik noem het maar, hele vriendelijke amateurs, zeg maar, die daarbij echt meelopen en die geven wij de kans gewoon om ook mee te gaan met ons. Er zit geen vereniging aan, club of... Het is gewoon echt vrijwilligers onder elkaar. Als ik heb heel goed vergelijken met de bunker. Ja, als de luisteraars geïnteresseerd zijn, kunnen ze nu twitteren met hashtag Mediamix. Dan nemen we dat nog mee, die vraag eventueel. Maar je hebt ook vast een of andere website of Facebookpagina? Ja, we hebben een website, dat is dutchtss.nl. En dan kom je direct op onze Facebookpagina. Dat is doorgelinkt allemaal. En dan daar staat alles op wat we doen vanaf eigenlijk de geboorte van de caravan. Ja. Dus toen we hem kochten. En die man moest huilen trouwens, want we sloopten hem binnen een dag. En die man die dacht van dat wij ermee op vakantie gingen. Dus dat is nog wel een mooie anekdote. Even een andere toepassing ervoor. Ja, leuk evenement. En ik zou zeggen, kom allemaal zondag 6 september naar de boulevard, naar het Bunkermuseum en het Fast Surfdorp. En daar kunnen ze jullie dan... Welkom. In actie allemaal zien. Ja, pak je koffie, is dat klaar. Goed zo. Hey, dankjewel. Met dank aan het programma Mediamix voor het gebruik van hun fragment. Mediamix is iedere zondagavond te horen op Den Haag FM.